Are you done? Yes. Well, then I'm gonna take it because we're still a bit hungry. So, yeah. Thank you so much. Hoi, ik ben Sabine. Ik ben Boris Lange. Ik ben Nienke Plas. En ik ben Jasmine. En vandaag gaan we in restaurant Rain etensrestjes opeten van vreemde mensen. Vorige week streden Jasmine en Nienke tegen Sabine en Boris wie er zoveel mogelijk energie kon besparen in 5 uur tijd. Achtervolgd door de beveiliging wisten Jasmine en Nienke alsnog een hele lampenafdeling uit te knallen. Terwijl Sabine en Boris een klein beetje vals speelden, maar zowel urenlang een geheel kantoor uit wisten schakelen. Het scheelde dan ook best een aantal punten en zo wist team Sabine en Boris de winst te behalen. De quote van deze week is... Een derde van al het eten ter wereld dat wordt verspild. Gewoon... zomaar weggegooid. Terwijl er 1 miljard mensen in honger leven. Ja, het is belachelijk dat we zo onverantwoord met ons eten omgaan. Te bedenken dat het grootste gedeelte op de wereld geen voedsel heeft. En eerlijk, ik eet ook niet altijd al mijn eten op. Maar daarvoor gaan we vandaag in samenwerking de Rescue Club kijken hoeveel mensen er eigenlijk hun eten weggooien. Om in kaart te brengen hoeveel eten er wordt verspild, zullen de teams deze week op Candid Camera restjes eten verzamelen en opeten van mensen in een restaurant. Verschillende opdrachten en tactieken worden uitgevoerd om de restjes te verzamelen. Het team dat de meeste restjes weet te verzamelen, die wint. Jasmine en Boris, jullie mogen beginnen. Wij vinden het vet chill dat wij niet als eerste zijn. Wij mogen de opdracht geven aan die dudes en van hey, rukt op een bord. En dan vragen, ga je nog opeten? Opeten. Kijk, ze vinden het een partijtje ongemakkelijk. Hey, ik heb dit nog nooit gedaan. Ik ook niet. Nee, maar je hebt het wel een keer gedaan. Je hebt net nog verteld dat jij met een lamme kop een keer... Ja. Dat is wel zo. Hoe heb je dat gedaan? Ja, wij vroegen gewoon aan een man die at een hotdog van, hoef je niet meer. De eerste opdracht. Er zitten momenteel alleen kinderen aan tafel. Dus wij willen dat jullie er gewoon bij gaan zitten, een van jullie, en gewoon met de kinderen lekker van het restje gaat eten. We hebben een hamburger, we hebben 3 friet en er zijn er net mensen weggegaan. Meneer, mogen wij dat hebben alstublieft? Schat, we gaan zo hard winnen. Het is nog warm. Heerlijk. Proost lieverd, op een leuke avond. Oké, ze hebben het dus best wel goed gedaan. Ja, ze hebben nu echt een hele boer met eten. Oh, hoi. Hier is jullie vijand. Zou jij op dit moment je bord, een bord met restjes op willen pakken? En het ouderlijk stel, schuin achter jou, aansluit aan de tafel. En dan even vragen of ze restjes hebben. Kunnen ze meteen op je bord zetten. Ja, gewoon even. En lekker mee eten met hun. Zou je er ook bij willen smakken? Dankjewel. Ja. Oh, kipsalade. Oké, ik ga het doen. Goedemiddag. Smaakt het hier? Heerlijk. Als je nog iets over heeft van mij, dan zou ik dat heel lief vinden eigenlijk. Ja, alles wat we over hebben. Mag ik 1 frietje? Eentje. Dank u wel. Ja. Even smakelijk. Oh. Nou, jullie zijn de beste, dank u wel. Ja. Dank u wel. High five. Ik denk dat wij gaan winnen, joh. Ja, nu alles nog opeten. Je moet heel even het accepteren dat het van iemand anders is geweest. Maar uiteindelijk smaakt het wel gewoon heel lekker. Ja. Oh my god! Gewoon lekker. Ze poffen aardappel. Oh, gebeurt. Nee, niet goed. Zijn ze gratis eten, gaan of klagen ook. Ja. Oké, conclusie. Volgens mij hebben we echt gewonnen. Moet je kijken wat hier allemaal op tafel staat. Ik denk dat wij dit zo goed hebben gedaan. We hebben 1, 2, 3, we hebben 8 borden vol met eten. Hoe moeten we het altijd eten doen? Op eten? Hansi, Sabine en Nienke. Ja, nou, ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Er zitten mensen, toch? Er zitten zeker mensen. Zullen we ze even bellen? Ik heb er nu al zin in. Hey, Sap. Hallo. De opdracht is, jij vraagt aan die mensen naast jullie om een stukje van het eten, een klein hapje of een frietje, in ruil voor een dans. Oké. Succes. Okay, hey guys, so I have a weird question. Can I maybe have like 1 bite of your food in exchange for me doing a dance for you? Yeah. Like a little bit, like a part of your bread with a little bit of, I don't know. Yes? That's amazing! Make myself at home then. I'm going to taste it.
Ja. Is het goed? Dank je. Maar dan. Thank you very much. Oké. Okay. I did it. Jij bent een danser in je vrije tijd. Ik heb het gezien. Oh, je begrijpt nu wel dat wij Nienke Blas twee keer aan gaan. Dat moet echt. Misschien moet Nienke naar een tafel als de rups over de vloer. Ze gaat gewoon naar een tafel toe, met een vinger in haar neus, gaat ze op de knieën en dan gaat ze vragen om eten te krijgen. Kan niet, man. Is het ja? Oké. Hi Nienke. Hi. We hebben een hele leuke opdracht voor jou. Jij gaat namelijk met een vinger in je neus naar een tafeltje en dan ga je op je knieën, alsof je een proposal bent aan doen, zeg maar. En dan ga je om etensrestjes vragen. De man. De man. Oh, de man. Ja. Ik bij de man. Een vinger in mijn neus en op mijn knieën. Ik ga het doen. Weet je? Oh, shit. Deze mensen zie ik nooit meer terug. Wat denk ik? Wat is er? Oh, staat er. Ik ben heel blij dat ik aan deze video meedoe. Oh, ben je nog een fietje? Can I please have a little bit of your tortilla chips? Niet aan dezelfde tafel. Thank you. Ze hebben het aan dezelfde tafel gedaan. Ik ga nu goed afluisteren. Dus ze willen eten bestellen. Sperms. Oh, nog een portie. Dat kennen ze nooit op. Oh, patat. Hij neemt ook patat. 1 hour later. Hey, Sam. Ik heb een opdracht voor je. Jij gaat nu aan een tafel erbij zitten, zonder dat die andere mensen het weten. Gewoon erbij zitten en dan mee eten. We gaan ze gewoon helemaal inpalmen met onze vrouwelijkheid. Dus, Sam, doe je shirt uit. Het zit bedekt. Letter van route 12. Nou, daar ga je. Sap is gewoon aan die tafel gegaan, die zit nu gewoon mee te kanen. Ik weet het niet, maar dit was toch restjes verzamelen? Dit is niet, dit is meedineren. Ik zit alleen. Met mijn spa. What the fuck? Oké, wacht. Ik heb een idee. Jij gaat naar het andere stel bij het muurtje, bij die pilaar. Je pakt wat van hun bord af, niet te veel, en loopt en gaat weer zitten. Ja, sorry, je had het echt moeten doen. Nee, maar ik heb wel trek. Het is wel gaaf, hoor. Ze eten nog. Are you done? Yes. Well, then I'm gonna take it, because we're still a bit hungry, so... yeah, thank you so much. Ja, dit is het! Kijk! Yay! Calamaris! Kom, dit is de kant waar zij een hapje heeft genomen. Delish! Ik wilde dat ik dus nu naar een celletje ga voor Brawl ging en daar gewoon even lekker van zijn biefstuk gaan mee eten. Oh dus, mijn god. Jij bent ook goed, hoor. Oké, okay, jij volgt. Oh. Hi, are you Dutch? English? Not Germany. Germany, oh. Looks very good. Can I maybe have a bite? No. Okay. Okay. I'm sorry. Bon appétit. Dit is awkward. Dit was een gat. Tafel is nog wel leeg. Hun tafel is helemaal leeg. Oké, how did we do? Medium. Ik denk inderdaad semi oké. Kijk, we hebben wel veel dingen. We hebben een nacho. Ja, 4 van deze kadetten. Holy shit. Nou, holy shit. Andere holy shit. Hoe de fuck kan het dat wij terugkomen en er meer eten op tafel ligt dan toen we weggingen? Eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit welk team nou beter was. Kijk even wat we hebben verzameld. Wat anders wordt weggegooid. Het waren wel,
vreten. Ja, dat is lijf. Het is wel overduidelijk wie de volgende eet. Ja, ja. Dat geef ik eerlijk toe. Die geef ik ook toe. Nou teams, jullie hebben goed gespeeld, maar jullie zijn nog niet klaar. We hebben nog één verrassing voor jullie in petto. Wij staan hier nu bij restaurant vandaag en zij hebben namelijk de oplossing tegen voedselverspilling. Ja, want in samenwerking met Rescue Club verkopen zij onverkochte maaltijden van vandaag voor maar 5 euro. En laten we nou nog net een plekje over hebben in de maag. Laten we gaan doen. Heerlijk, boven zo weg. Lekker. Oh, jezus. Via de Rescue Club app vinden jullie heerlijke maaltijden die anders verspild worden voor een kleine prijs. Download de app en ook jij draagt weer een extra steentje bij. Vond jij dit nou een leuke aflevering en wil jij zo'n Rescue Club maaltijd winnen? Doe dan je duimpje omhoog en deel. En abonneer natuurlijk even en zien we je volgende. En zet er even een leuke comment onder, want wij lezen alles. Alles! Doei! Volgende week bundelen Nienke en Sabine weer hun krachten samen en staan ze tegenover team Boris en Jasmine. Zij hebben een hele dag geen water of drank tot hun beschikking en moeten via verschillende opdrachten aan water zien te komen. Water is echt de punten waard, dus bespaar je het water of drink je het op. Check het volgende week bij Route 12.